vijf seconden niet in de klok hoor. Maar goed, wat maakt het uit? Want Dries Roelvink heeft hier bij zijn favoriete strandtent in Bergen aan Zee absoluut een reden om te proosten. Hij heeft een dikke hit te pakken met zijn wijnproeverijvideo's op TikTok. Dries, nou ja, wat een toeval, ja zeker. Ik zit net te kijken, er zijn vandaag weer 9000 van die imitatiefilmpjes bijgekomen. Ja. Jij begint 9000. Te lachen, maar Dries, om maar met de deur in huis te vallen, wat doet dat met jou? Nou, ik vind het fantastisch natuurlijk. Tingelingeling, een little sing Vita Bella. Ik zit eigenlijk al 30 jaar zeker op deze manier wijn te proeven. Ja. Maar 3 weken geleden waren we met het hele gezin in Marbella. En toen was ik ook weer een wijntje aan het keuren. En Donnie was erbij, die zegt, pa, schiet nou eens op. Ja. Je laat die ober zo lang wachten en doe je dat altijd zo? Ik zeg, dat doe ik altijd zo. Hij zei, dan ga ik morgen filmen. Dus een dag later in een ander restaurant, hij had daar een filmpje van gemaakt. En dat zette hij bij hem op zijn Instagram. Hij zei, moet je kijken wat er gebeurt. 600.000 mensen hebben dit bekeken. En ik dacht meteen al, misschien moeten we er een eigen nummer onder zetten. Fantastico. Dit wijntje is fantastico. Fantastico. Ja, dit smaakt naar meer. Het is ongekend. En dat wijnproeven, kunnen we dat hier gaan doen vanmiddag? Want dat, ik ben natuurlijk niet voor een kop thee gekomen, dat begrijp je. Nee, dat snap ik. Dat snap ik, Jordi. Hebben we iemand die dat kan uitleggen? Ik denk hier? Dat ik even de sommelier er hier bij haal. Nou ja. Dat is Benjamin. Benjamin. Benjamin, kom erbij, kom Jordi erbij. Jordi is gekomen. En die wil natuurlijk even zien hoe het wijnritueel in zijn werk gaat. Dus ik haal hem even tegen het licht. Ja. Ik kijk of er niet van die kleine vlokjes wat droesem of zo indrijft. Dan ruik ik. Ik zie een vliegje zitten volgens mij. Nee, zit niet zo. Oh. En mijn reukorgaan is daar nou zo ingetraind, Jordi, dat zelfs op deze afstand kan ik dus de rest van de geuren die hier rondhangen helemaal uitschakelen. En de aroma's, ik ruik speet, die uit deze wijn komen, de aroma's, die kan ik hier vandaan ruiken. Dus dan ben je echt een kenner. Maar is dit nou show wat je doet? Nee, of is dit, nee, dit meen echte ik echt. Kennis? Tuurlijk is dit kennis. Nou, en dan proef ik. Deze van Wietse keur ik goed, dus ik zeg tegen Benjamin, fantastico. Fantastico. Het is niet zo dus dat je de familie Meiland hebt gezien met hun Chateau Mariot en dat jij denkt van, ja, nou dat wil ik ook. Nou, heeft Martien je nog geadviseerd misschien? Dat vind ik nou een idee. Daar zou ik nou eens naartoe willen. Naar die Martien Meiland, ja. Die zal er met zijn wijnen. Precies. Nou, ik kan hem wel iets uitleggen over wijnen, want die man die drinkt maar die heeft er totaal geen verstand van. Nou ja, ik voel bij deze een oproep aankomen op Martin, camera. Die zit de grootste bocht te drinken. Hij vindt alles lekker en hij heeft totaal geen wijnkennis. Ja. Dus ik zou best met hem een gesprekje willen voeren. En misschien dat hij dan in de toekomst betere wijnen gaat drinken. Want mijn vader zei altijd, Jordi, het leven is te kort om slechte wijn te drinken. Als vrienden doe je dan dit, ja? 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 Hoppa. Fantastico. Cheers. Proost. Op jouw succes.